het grootste zo'n beetje videoarchief, beeldarchief ter wereld. Dingen als de deepfake, waar video's, waarbij ik jou dingen laat zeggen die je niet zegt. Ja. The finest of our media breed die week bij elkaar gebracht. Ja. Daarom is het zo razend interessant om in lijn te kunnen geven aan het instituut en daar met alle plezier over te mogen vertellen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op 7D-TV. En ook als je luistert via de podcast, van harte welkom. Bij mij te gast, Eppo van Nispen. Moet ik tot 7 eigenlijk nog zeggen? Of zeggen gewoon Eppo? Het is een beetje... mijn hele naam is van Nispen tot Zevenaar. Sterker nog, er hoort zelfs eigenlijk gewoon Jonkheer voor. Dat hoef je niet te zeggen. Nee. Maar ja... Maar Eppo van Nispen is genoeg, toch? Jazeker. Ja, directeur van Beeld en Geluid. Ja. Goede timing voor een verbouwing. Ja. Nou ja, gelukkig maar, zou je bijna zeggen. Ja. Maar nee, zeker. Ja. Het was wel zo dat wij ook echt wel wat moesten doen. Die verbouwing naar voren kunnen trekken. Ja. Want wij verbouwen het hele museum bij ons. Ja. Waar toch zo ruim 300.000 mannen per jaar met plezier naartoe gaan. Ja. Dat stond in de boeken, dat stond al gepland. En ja, toen corona uitbrak, zeg maar, dachten we... we hebben niet het probleem van volgend jaar. Want we hadden al de dip, zeg maar, in het aantal bezoekers opgevangen. Ja. Maar we hadden ook gezegd, als we dicht gaan, gaan we open. Dat wil zeggen, daar waar we de bezoekers niet misschien fysiek op dat moment in wat ik dan de blauwe bak noem, de experience, gaan we ze opzoeken in het land. Dus de manier, zeg maar, om mensen toch nog te bereiken op een fysieke manier, zou ook nog investeringen vergen, zeg maar. En dus weliswaar minder inkomsten opleveren dan nu, maar gelukkig konden we dus die verbouwing wel naar voren trekken. En ja, en dat is nu, zijn we nu gaande. Dus ja. Tot 2000, tot wanneer ben je dan, zeg maar, formeel dicht? We zijn open, Ronnie, elke dag weer. En met een enorme scala aan programma's, dus dat is er gewoon. Ja. Alleen wat je niet kunt bezoeken is de experience zelf, het museumgedeelte. Dat gaat dicht? Dat gaat echt dicht, Dus maar voor de rest gaan we echt... misschien wel meer open dan we ooit open zijn geweest. Sterker nog, je verwelkomde de gasten weer na de eerste fase corona, zeg maar, met complete feesthoedjes. En, en het is ook wel weer typisch dat ik denk van, oké, dat is hij ook weer. Ja. Hoor. Maar toen heb je dus, zeg maar, je hebt ze feestelijk ontvangen weer. Natuurlijk, maar het is toch heel fijn dat mensen besluiten om hun geld, hun en zeker in deze tijd, uit te geven aan iets. En dan komen ze bij jou. Ik vind daar mag je ze wel heel dankbaar voor zijn. Als jij eens even naar een vreemde zou moeten schetsen wat Beeld en Geluid nou eigenlijk in essentie is, hoe schets jij dat dan? Mijn stelling is, het is denk ik het grootste zo'n beetje videoarchief, beeldarchief ter wereld. Er is maar één grote eigenlijk, dat is in Frankrijk. Ja. En zo'n beetje, als mensen zeggen, ja, maar wat doe je dan? Nou, trek de stekker bij ons eruit en zo'n 12% van wat er wordt uitgezonden elke dag, dus wat er op televisie, maar ook online te zien is dan weg. Letterlijk. Aan content gewoon. Ja, gewoon. We zijn echt een bak aan het grootste zo'n beetje digitale videoplatform voor de professionele markt in de wereld. Hoe kom je daar nog wijs uit, zeg maar? Is dat ook technologieontwikkeling of niet? Want je moet op alle manieren kunnen zoeken daarin. Nee, het is super ingewikkeld en super complex. En daarom moet ik altijd zeggen, wij zijn verdeeld in denk ik 1/3 mensen met een enorm hoofd vol met kennis. Dus dat zijn allemaal gepromoveerden en die doen waanzinnig veel onderzoek naar bijvoorbeeld hoe kun je nou op een snelle en goede manier zoeken. Hè? Dus heel veel kunstmatige intelligentie. Ja. Dan hebben wij nog de diehard archivarissen, zeg maar, die letterlijk in onze depots tot op -5 van alles uit de kast drukken om mensen te helpen hun leven in te vullen. En dan hebben we nog gewoon mensen die zorgen dat het bedrijf draait. Ja. En een deel, we hebben eigenlijk, we noemen het dan 5-6 doelgroepen. Eén ervan is de bezoeker van het museum. Ja. Die betaalt gewoon een kaartje of bezoekt iets anders bij ons, een evenement. Dan hebben wij de media professionals. Dat zijn er heel veel. Dus zeg maar alle omroepbedrijven, maar ook gewoon mensen die gewoon beeld en letterlijk ook geluid nodig hebben. Ja. Dan hebben we de onderzoekers. Er wordt heel veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld inderdaad ontwikkelen van kunstmatige intelligentie tot en met wat is het? Hè? Wie keek wanneer naar televisie? Ja. Bijvoorbeeld, media, dan hebben we het onderwijs, is natuurlijk een belangrijke tak. Ik vind dat wij een belangrijke verhaal te vertellen hebben naar het onderwijs. Mediawijsheid is daar een heel belangrijk onderdeel van. Ja. En als laatste hebben we de erfgoedprofessionals, zeg maar de mensen in het erfgoed. Want het grote verschil tussen bijvoorbeeld, ik zeg als mensen zeggen een archief, dat is saai, hè? Je weet het wel. Als mensen vragen mij wat ik doe, dan zeg ik het liefst op een feestje, nou, ik ben archivaris. En dan zie je in dat gezicht, dan valt het stil. Hè? En dan denk ik, pot voor drie, mijn enige avond uit en ik sta naast de archivaris.
Maar als we zeggen, hey, waarom is het saai? Nou ja, we zien dan wel vaak een man en vrouw in blauwe stofjassen door een pand. Dat is bij ons ook helemaal niet het geval. Nee. Sterker nog, ik zeg, via YouTube vind je dat leuk? Ja, nou in feite is dat ook niet heel veel meer dan een archief. Ja. En alleen het leukste van ons archief is dat wij dingen vastleggen voor de eeuwigheid. Dus de manier van vastleggen alleen al is al echt anders dan dat veel spelers in de wereld hun waarom hun doe je dat voor de eeuwigheid? Omdat dat onze wettelijke taak, dat is afgesproken, net zoals de Koninklijke Bibliotheek, hè, zeg maar, dat begrijp je ook. Als je een boek schrijft, dan leef je dat daarin. Maar moet je al het publieke materiaal dat er aan media is dan opslaan? Ja, de wettelijke taak is dat wij alles wat de publieke omroep, zeg maar, heel simpel gesteld, NPO 1, 2 en 3 en de radiozenders en wat regionaal, dat leggen we daadwerkelijk vast voor de eeuwigheid. Oh, dat is echt een overheid. Dat verdedigen we met hand en tand. Ja. Je zat al eerder bij zo'n enge club. Dat heette toen dan denk je van, hoezo enge club? Ik vond dat woordje de collectieve propaganda van de Nederlandse boek of zoiets. Vond het woordje propaganda deed mij aan hele andere tijden denken. Ja, klopt. Maar nu heb je dus wat dat betreft zit er wel een soort rode draad in dat je nu weer zo'n belangrijke taak. Ja. Dus als ooit de publieke omroep ophoudt, dan zijn jullie ook klaar. Dat zou je denken, ja. Wij worden gedoteerd vanuit de mediawet. Dus als dat wordt vervangen, maar de media blijft bestaan. Ons bestaan is niet afhankelijk van die publieke omroep. Ons bestaan is afhankelijk van, in ieder geval, voor een deel van de wet. En heel iets anders is dat wij ook gewoon letterlijk archiveren of in ieder geval onze platform beschikbaar stellen voor particuliere private partijen. En dat zijn niet de minste. Neem bijvoorbeeld Fox, die hebben, of de Eredivisie NV, die hebben al hun voetbalmateriaal bij ons liggen, omdat ze denken, ja, daar ligt zo super veilig. Mm. En het is ook zo, we doen in het kader van MH17 voor de rechtbanken leggen wij de dingen vast. Voor het Nationaal Archief, de Tweede Kamer debatten, alles wat de Tweede Kamer zeg maar opneemt. En dat zijn gewoon in feite rijksdocumenten. Maar dat is tegenwoordig data geworden, toch? Voor het maakt niet verschil of het nou tekst of beeld en geluid is, alleen beeld en geluid vast leggen op zoals wij dat doen, is het echt wel een aparte tak van sport. Het is anders dan documenten vastleggen. Is dat allemaal fysiek in Hilversum, in dat pand? Of is dat op andere plekken? Ja, dus ik kan daar heel. We hebben fysiek een ding in Hilversum staan. Daar kunnen overigens twee bommen opvallen en je komt er niet makkelijk binnen. Ja. En dan hebben we ergens een backup staan, iets verderop. Dus valt dat, daar kun je altijd terugvallen, want we willen niet dat het zwart wordt. Ja. En dan hebben we nog ergens op een geheime plek in Nederland. Maar dat is niet Den Haag, want daar hebben jullie nu ook een andere plek geopend. Ja, als zij, want wat is dat voor een initiatief? Dat was het voormalige museum van communicatie. Ik kom zelf in Den Haag, ik woon ook in Den Haag. En ik kwam er als kind daar al, aan de Zeestraat. En dat museum, noodlijdend is denk ik wel het woord. Een prachtige collectie die heel erg klopt met de collectie die wij ook bij Beeld en Geluid in Hilversum hebben. Dat gaat ook over communicatie voor een deel. Ja. Maar we dachten, wij moeten daar, we zochten naar een andere partner. En toen hebben we erover gesproken, kunnen we niet en de collectie en het museum overnemen. En dat hebben we gedaan. En dat is nu onze Beeld en Geluid Den Haag geworden. Okay. Waarbij het vooral gaat over de duiding van media en met name de journalistieke kant daarvan. Ja, dankjewel voor het bruggetje. Even voordat we daar. Ja, want dat vind ik met name de kern van waar ik het ook met jou over wil hebben. En jouw mening daarover wil horen. Maar smaakt dit naar meer, zeg maar? In de zin van Beeld en Geluid Den Haag. Zit er dan meer aan te komen? Of heb je zoiets van afgelopen? Is Hilversum en Den Haag voldoende? Nee. Ja, goed, ik ben als een oude familie opgevoed als rentmeester. Dus de bedoeling is dat je de boodschap op een goede manier overal. En dat je niet blijft stilstaan. Dat past ook helemaal niet bij mijn karakter. Nee. En ook niet bij het karakter van het instituut dat Beeld en Geluid is. Dat is echt wel, zeker in deze tijd waarin media echt om ons heen zijn. Hè, waar je vroeger nog een beetje een papiertje had. Nu ontkom je daar niet meer aan. En dat is ook maar. Dus er is ruimte genoeg, denk ik, voor meerdere beeld- en geluidachtigen. Als het gaat om wat betekent die media nou voor ons en voor als mens, mij in het bijzonder, zeg maar. Nou, wat betekent die media vandaag de dag allemaal, Eppo? Het is nogal aan het veranderen. Wist ik het maar meneer Overgoor. Laat ik het dan iets concreter stellen. Er is de laatste tijd veel discussie over het manipulatieve karakter van media vandaag de dag. Ik weet niet of je Social Dilemma hebt gezien op Netflix. Ja, zeker, natuurlijk. Ja, ja. Waar ik toch wel best wel van onder de indruk was. Ja. Natuurlijk ook weer geframed aan alle kanten. Maar goed, het is een montage, hè? Denk erom. Ja, precies. Is een montage. Maar toch, de uitspraak, media is behoorlijk
algoritme technisch manipulatief aan worden. Wat vind jij daarvan? Ja, en dat klopt ook wel, denk ik. Hè? Dat is goed, een algoritme. Als je, ik weet, jij staat vaak voor zaal, ik ook nog wel eens. En dan zeg ik, weet iedereen wat een algoritme is? Nou, dan heb je de helft, die steekt mijn vinger. Want dan denk je, ja, als ik niet weet wat het is, dan ben ik... Maar ik denk dat heleboel mensen niet precies begrijpen wat het is. Maar het klopt dat je, als jij geld wil verdienen met techniek... Ja, dan moet je ergens klanten vinden. En klanten vind je als je ze iets aanbiedt wat ze prettig vinden. Mm-hmm. Waardoor ze weer meer bij je gaan besteden. Ja. Dus, nou, en dat is eigenlijk een beetje de ja, zeg maar de mens die wil vaak niet zo'n gezonde dingen. Zowel, zeg maar, ook fysiek. Hè, qua geef ze reclame, ze gaan fastfood eten. Ja. Nou, drukken we dingen wel heel plat. Ja. Maar wat er met name naar voren kwam, is dat er, laat ik zeggen, waarheidsvinding... Dat is natuurlijk een van de grootste goede, zeg maar, de zaken waar journalistiek mee bezig is. Het wordt knap lastig. Nou, waarheidsvinding zelf is denk ik niet lastig. Nee. Denk dat wel heel... Maar de vraag is, wie vertelt de waarheid? Ja. Dat is het andere. En dat is overigens al even oud zo. De Romeinen deden dat natuurlijk al, hè, om hun vijand. Nou, noem het paard van Troje. Ja. Later de software, de Trojan Horse. Ja. Er zijn dus heel veel in die tijd al, zeg maar, misleidingstechnieken bedacht om mensen mee te nemen in een bepaalde informatievoorziening. Mm-hmm. Alleen nu is het zo dat je dat door zelfs ook kunstmatige intelligentie kan laten doen. Mm-hmm. En dat is echt next level. Ja. En dan hebben we het niet alleen over tekst of over dat je daar je ergens op klinkt en een aanbevelingsmachine, de recommender, dat je die helemaal kunt instellen. Het nudgen, dus voer ze. Hè. Dus dat je vriendelijk manipuleren. Ja, nou, hè, het wordt ook wel vanuit die premissen verteld. Ja. Maar wat interessant is dat je dat naar de next level krijgt en dat je na de dingen als de deepfake, waar video's, waarbij ik jou dingen laat zeggen die je niet zegt. Ja. En niet dat, van echte onderscheiden straks. Ja, en dat is echt wel heel heftig. In die zin dat je mensen moet gaan leren, en daarom vinden wij mediawijsheid zo belangrijk, moet gaan leren, wat is nou de goede bron? Wie vertelt me nou wat? En wat is het belang van diegene om dat te vertellen? Dus je moet ook het bedrijf goed begrijpen waar je je informatie haalt. En je moet, het vergt veel meer digitale geletterdheid dan dat ooit deed eigenlijk. Mm. Want je moet kinderen net zo snel leren lezen, dan kunnen ze rekenen en vervolgens meegeven hoe ze in informatie op de beste manier kunnen vergaren. Ja, alleen de vraag is, zijn ze nog geïnteresseerd in jou met je mooie boodschappen, beeld en geluid? Want ze zitten gewoon 6 uur per dag, zitten ze TikTok-filmpjes te kijken. Klinkt ik ook als een oude lul, maar dat is hun media. Ja, zeker. Maar dat moet je ook oké vinden. In die zin dat het stom is om daar met een wijs het vinger pas op. Hè. Neem ze mee, dat is ook mijn stelling altijd. Zet je open voor de nieuwe platformen of technieken of wat er ook die er komen. Kijk daar vanuit vertrouwen naar. En als je denkt, het is mis... Kijk, dus als jij daar als een saaie, letterlijk oude archivaris of weet ik veel wat, gezegd, dat is slecht voor u. Ja, daar heb je als 14-jarige helemaal niks aan. Nee. Fuck it, dat had ik ook met mijn ouders. Weet je, je kan me vertellen wat je wil, maar dat gaan we niet doen. Nee. Nou, ik denk dat als je het op een goede manier brengt, hè, dus je zorgt dat je niet een suffe instituut bent of een suffe leerprogramma hebt, dan kom je best wel heel ver. Mm. En het ook gewoon vertellen. Mensen duidelijk maken dat, interessant gegeven had, bijvoorbeeld, laten we Instagram nemen, dan hebben we iemand. Ja, die heeft al 12.000 volgers. Hm. Ja, maar is dat zo? Wie zijn die volgers dan? En als je dat helemaal gaat afpellen, dan blijken dat helemaal niet zoveel volgers te zijn. En dat, dat is ook nu... Kwantiteit over kwaliteit. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En ik ben ervan overtuigd, en dat is me toch nog te gelukt, want hier voor mijn archivaristijd, het verkocht ik boeken en daarvoor was ik bibliothecaris. Dat zijn toch niet echt de meest in eerste instantie sexy beroepen, zeg maar. Maar ik kan je vertellen... Hoor je dat een influencer wel... mee? Nee, dat zou je denken. Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat echt de beroepen van de toekomst en nu zijn. Ja. En wat ik graag wil, is dat mensen begrijpen waarom je voor jezelf ook een goede bibliothecaris en archivaris moet zijn. Ik wil nog één onderwerp met jou behandelen, want we kunnen uren praten. Maar ja, zeker. We gaan deze video publiceren, ik denk ongeveer tijdens de Dutch Media Week. Ja. Waarom is die week? Omdat je hebt Eindhoven held, de Design Week. Ja. En wat nou zo grappig is, vind ik zelf, daar wordt heel veel op, en die bestaat al tig jaren. Ja. Maar het werk wat wordt geleverd, en jij woont in de buurt ervan, maar ik niet, ik woon in Den Haag, heb ik uitgelegd. Maar ik ben buitengewoon trots op wat daar in ieder geval voor een groot deel plaatsvindt. We hebben in Nederland maken wij met een aantal mediebedrijven, en dat zijn er best veel, of het nou kranten zijn, of omroepbedrijven, of noem het maar op, echt kwalitatief
hoogstaande, niet alleen informatieve programma's of berichtgeving, maar heel veel. En in Nederland zijn we ook echt goed. We hebben fantastische bedrijven. Ja. NEP, noem ze maar op. Facilitaire bedrijven die helpen die media, make media great again, zeg maar, doen. En daar ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid in nemen. Ja. Het is doodzonde om dat te laten liggen. Ik denk dat je veel trotser moet zijn dan alleen maar in de, ja, wat ik noem al vrij particuliere discussie over de publieke financiering van onze omroepbestel. Mm. Waar je het over moet hebben is dat je die grote kast van mooie programma's en mensen, talenten die we daar hebben, naar buiten dragen. En ja, dat is nu eenmaal vanuit Hilversum, daar kun je wat van vinden. Maar ik vind Hilversum allesbehalve een ingeslapen zootje. Er gebeurt hartstikke veel. Amsterdam ook veel, hè? Ja, nee, tuurlijk. Even voor de gewone kijker, zeg ik altijd maar, in het buitenland. Mijn moeder die zwaaide me altijd uit van, oh jongen, je gaat naar Amsterdam. Succes op de reis. Vaarwel. Ja. Maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee, voor mij gaat het om... In feite is de Dutch Media Week ook. Het is niet Hilversum Media Week. Het gaat letterlijk ook over wat bedrijven in Amsterdam, maar ook in Eindhoven, Utrecht, noem het maar op. Middelburg bij wijze. Ja, we zijn als medialand. Veel talent, veel mooie bedrijven. Heel veel talent. Ja. En voor een prijs, die is echt fenomenaal. Ja. Ik ben veel in Amerika geweest en of een andere landen, Japan, China, waar je China ziet ook heel veel gebeuren op het gebied van media. Ja. Maar wij kunnen echt met dit prachtige kleine volkje daar heel veel in betekenen. En we doen er ook heel veel in. Ja. En dat wil je laten zien tijdens die Dutch Media. Ja, ja. En daar gaan dan twee dingen om. Dat is technisch. Hè. Hoe is de business in elkaar? Allerlei dilemma's. We hebben echt de finest of our media breed die week bij elkaar gebracht. Ja. Over nieuwe innovatie. Over innovaties. Ja. En ook nog eens een keer nieuwe innovatie. Maar ook over een paar maatschappelijke vraagstukken. Hè? Ja. Dus als we hebben dingen als een social dilemma, komt natuurlijk naar voren. Wat doe je in coronatijd? Hè? Ja. Want ook hier, we zitten nu op deze prachtige banken, maar anders dan anders toch? Ja. En dan kan je zien dat er in Nederland echt hele goede voorbeelden zijn hoe je kunt overleven. Ja. Hey, wat ik mij afvroeg, want ik leef dus ook in een bubbel dat ik bijna geen televisie meer kijk. Ja. Dus gisteren zat ik jou natuurlijk ook weer een beetje research, daarvoor al, maar gisteren nog even. En dus klopt het nou dat jij vaker bij de talkshows aan tafel zit? Ja. En vanuit welke hoedanigheid? Vanuit de hoedanigheid van mijn schitterende functie als... Maar wat is dan je inbreng aan die tafels? Met name, kijk, als je niet weet waar je vandaan komt, zeg ik wel eens, kun je niet vertellen over waar je naartoe gaat. Ja, dat is een heel mooi symbool in Ghana. Hè? Dat is een eend die zijn nek gedraaid heeft en die kijkt naar achteren. Ja. Omdat je eerst naar achter moet kijken, wil je naar voren kunnen kijken. En toen ik kwam met Beeld en Geluid 2,5 jaar geleden, zei ik, hoe kan het nou dat wij niet eigenlijk één keer per week mogen vertellen over al dat prachtigs wat hier verscholen ligt in onze depots? En uiteindelijk is dat gebeurd. Oh, dat mag je, maar is dat echt een vaste regelmaat? Of? Tamelijk vast, maar wel op basis van de actualiteit. Veel bij op één. Omdat het fijn is om vanuit terug te kijken. Ja. Ik weet niet of je vannacht hebt gekeken. Vannacht even naar Trump en Biden. Ja, ik wel. Ik ben daar super geïnteresseerd in. Ja, ik word zo ongelukkig. Ik word zo ongelukkig ervan. Ja, nee, maar dat begrijp ik. Ja. Wat daar, maar het is vanuit de mediahistorie en het perspectief is het waanzinnig wat er gebeurt. Dat wil niet zeggen dat in de jaren bijvoorbeeld van Reagan had je ook al de fact-free beweging. Mm. He, dat ze allemaal zonder feiten van dingen beweerden. Maar nu is het ook wel weer een sterk afhankelijk van in dit geval één figuur. Ja. Maar het is interessant. Het is, hoe gaan die sociale media ermee om? Wat is hun rol daarin? Ja. Trump die good old Twitter, maar dat heel erg gebruikt om te sturen. Ook nog eens een keer een taalgebruik heeft. Dat is echt zo grof. Voor Nederlanders is het soms helemaal moeilijk te begrijpen, omdat wij niet goed inzicht hebben in die Amerikaanse ding. Maar het is natuurlijk waanzinnig interessant om dat te bespreken. En ook dan terug te halen hoe het eerste debat van Nixon en Kennedy was, wat tot grote ophef leidde. Maar ook in Nederland. Gisteren liet ik een stukje zien waarop dan Jozef Lunster met zijn prachtige stem heeft over dat het dus wat daar gebeurt. Maar dat zullen we, in Nederland zullen we dat nooit hebben. En kijk hoe de debatten nu ook verlopen. Ja, helemaal ook via dezelfde soort van regels. En meneer Rutte die zelfs bek in zijn mond neemt. Nou ja, dat is... Doe ik niet gelukkig had hij daar spijt van. Ja.
Hè? Erger als hij dat niet had gehad. Maar dat is wel iets waar... En daarom is het zo razend interessant om in lijn te kunnen geven aan het instituut. En daar met alle plezier over te mogen vertellen. Dus je blijft nog even bij beeld en geluid, zeg maar. Voorlopig wel even. Er is nog zoveel te doen. Echt waar. En mijn ideaal is... En ik voel dat we naar het einde gaan. Maar mijn ideaal is dat ik op een avond, op een vrijdag, op een feestje sta weer. En ik zeg, ik ben archivaris. En met mij alle archivarissen. En dat mensen gaan jubelen. Wow, man. Wow. Ik stik de avond naast de archivarissen staan. Weet je dat? Maar dat gezegd hebben. Dus ik ga meteen door. Voel dat je gaat af. Ja, maar dan zijn we weg. Ja, belangrijk is namelijk... Als we een goed gesprek hebben gehad bij Beeld en Geluid... dan checken we dat altijd even. Dat hebben we afgesproken. Ja. En dan kan je... Oké gesprek en dan gebeurt er niks. Nou, dacht maar niet overgoor. Ja. Als het best wel een oké gesprek is geweest... dan krijg je bij ons het honingpotje met de media bij. Dat zijn bijtjes bij het Mediapark. Die vliegen bij elkaar. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Coronavrij. Maar als het echt best wel een goed gesprek is geweest... Oh, de media bij, wat leuk. Waar media bijeenkomt. Ja, dat is... Hier is over nagedacht. Ja, zeker. Ja, geweldig. Ja. Maar het ultieme is... Ja. Dan krijg je de one and only beeld en geluid beker. Want ik geloof in de digitale, maar ik geloof uiteindelijk toch ook in de fysieke manier. Nou, en hoe mooi dat ik eigenlijk... Jij bent zeg maar, in de eerste lichting gasten die in mijn eigen studio mogen komen. En dat vanaf vandaag deze echte beeld en geluid mok... dat die een plek krijgt in de officiële 7D. Nee, ik moet bijna huilen ervan. Nou, ik ook, Ronnie. Want echt waar, het was voor mijn eer en een buitengewoon genoegen. En ik zeg je, ik droom veel over je. Ja, super. Maar echt gewoon, het is geweldig zoals je natuurlijk al die jaar al bezig bent. En ik ga met liefde dat nu even vieren en een klein traantje wegpinken in mijn ogen. Dankjewel, Apple. YouTube. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering op 7D. En als je naar de podcast zit luisteren, dankjewel voor het luisteren. Hoi.